Hoi Willem, waar zijn we vandaag? We zijn in het Veengebouw in New York. Zoals je ziet, echt in mei zijn 180 landen aan het onderhandelen over een nieuw verbodsgedrag op kernwapens. Het is een vrij historische gebeurtenis. Alleen, jammer genoeg, is België daar niet bij. Dus België doet niet mee aan die historische onderhandelingen. Maar jij bent er wel. En wat doe je hier dan de hele dag? We lobbyen. Dus we zijn eigenlijk lid van ICAN, een grote internationale coalitie van NGO's, dus de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. En we doen aan lobbyweek om eigenlijk een zo sterk mogelijk verbodsgedrag te krijgen. Oké, en hoe ziet lobbyen er dan precies uit? Verschillende dingen. Dus ten eerste, we nemen deel aan de debatten, dus we doen eigen interventies, we leggen statements af. Maar we lobbyen ook rechtstreeks de delegaties en de landen. Dus met concrete tekstsuggesties, we proberen ze dan te overtuigen om die tekstsuggesties ook effectief naar voren te brengen. Dus dat doen we dan via, we gaan heel veel koffie drinken met die diplomaten, we gaan langs bij missies. En daarnaast zijn we ook heel actief op sociale media, omdat we ook merken dat die diplomaten daar heel gevoelig voor zijn en dat allemaal heel goed opvolgen. Oké, nou veel succes dan maar. Dank u.